De vakantiespelen in Hengelo zijn weer begonnen. In de verschillende wijkcentra is er voor de kinderen van alles te doen. Wijkcentrum Hengeloze S had de eerste week het thema Alice in Wonderland. We pakken elk jaar een thema. Vorig jaar was kunst en cultuur. En dit jaar doen we dus Alice in Wonderland om op sprookjesmanier wonderbaarlijke dingen te laten doen. Dus je kunt van kunst tot en met toneelspel tot en met spellen gaan doen. Dus Alice in Wonderland, ja, dat kan alles. Vandaag zijn we in het bos. En zoals je ziet, de jongens en meisjes zijn nu allemaal aan het picknicken. En daarna gaan we het bos in, want dan gaan we spannende vossenjacht doen. Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 augustus kunnen de kinderen ook nog in het wijkcentrum terecht voor de laatste week van de vakantiespelen. Daarna beginnen de scholen weer. Ze mogen bij de Albert Heijn een keer achter in het magazijn kijken. Ze mogen bij de bloemenzaak wat leuks doen. We gaan vissen kijken, geloof ik. En nog veel meer leuke dingen. Dus wat ook een spectaculaire dag. Ze hebben allemaal gele petjes gekregen. Die gaan ze allemaal oppimpen. Dus er gebeurt van alles. Inschrijven is verplicht. En de kosten zijn 1 euro per dag.